Onderwijsminister Henry Ory zegt dat er nog een aantal zaken nog in place moet zijn, alvorens hij dan via een persconferentie meer kan vertellen over de vernieuwingen die zijn ingevoerd, dat van ook van de doorstroming en wat hij als onderwijsminister daaraan zal doen. Een tipje van de sluier, welke de minister wel heeft willen lichten, is dat wij nu toch in de derde kwartaal zijn en er niet veel eraan veranderd zal kunnen worden. Dus we wachten af wat de minister op de persconferentie hierover te vertellen zal hebben voor wat betreft dat stukje doorstroming en vernieuwingen binnen het onderwijs. Er zijn ook vragen gesteld aan de minister over de vechtpartijen van leerlingen, ouders en leerkrachten, vooral op de Salvatore school. Hoe is de situatie nu op deze school en op andere scholen? En hoe zit het met de problemen binnen het onderwijs in het binnenland? Heeft de minister dat allemaal in kaart gebracht? En hoe hij dat allemaal verder zal aanpakken als nieuwbakken onderwijsminister? Maar wat we ook merken aan de schoolgebouwen is dat heel veel aan renovatie toe zijn. Het ministerie die beschikt over een eigen technische dienst en vaak genoeg lijkt het alsof de technische dienst geen werk heeft wanneer we kijken naar scholen waar kleine zaken soms aangepakt moeten worden. U hoort onderwijsminister Henry Ory. Wij hebben een stevige evaluatie gepleegd over de vernieuwingen. Er is in de volksmond ouders bij heel veel, laten we zeggen, zorgen over hoe die vernieuwing plaatsvindt. Ik moet zeggen, het valt een beetje mee, maar er zijn veel leerpunten waar we moeten oppakken. Ik heb inmiddels een stuurgroep ingesteld waarbij we de procescoördinatie rond die vernieuwing goed gaan bekijken samen. En die kleine verbeteringen en die zorgen moeten echt opgelost worden. We gaan een stevige campagne moeten gaan lanceren richting die samenleving om uit te leggen wat precies die vernieuwing inhoudt. We zijn nog wat hearings aan het houden met verschillende mensen om met bijvoorbeeld de inspectie, met leraren, met de bonden even te praten over hun zorgen. Dat delen we nu. Dat is belangrijk. Tweede is, ik heb tijd gemaakt om mijn mensen te leren kennen. Dus de afdelingen bezoeken. Morgen ga ik naar cultuur. We zijn naar de Jesserenstraat geweest, de Herenstraat. Mijn eigen diensten rond natuurlijk het ministerie zelf. Dat is heel belangrijk. Ik heb een aantal instituten bezocht. Bijvoorbeeld afgelopen maandag heb ik een bezoek gebracht aan het Anton de Kom Universiteit. Ik heb ook met PTC al gepraat. Je probeert nu je agenda een beetje te vullen om goed naar de instituten te kijken. In zijn algemeenheid grote zorgen. Ja. Overal zit het met bedrijfsvoering, financiën. Wat natuurlijk een hele groot onderwerp is in het hele land. Gedreven mensen moet ik wel zeggen die wel hard op de juiste plaats hebben. Maar de problemen zijn logistiek, technisch, management. Maar een hele groep problemen spelen zich af rond personele zaken. Ik moet bekennen dat mijn ministerie, ik zal het niet ontkennen naar jullie toe, heel veel conflicten heeft tussen mensen, de menselijke sfeer, de werkplek. Ja, het is natuurlijk opgebouwd. Je moet het met een stukje voorzichtigheid benaderen. Conflicten? Wat bedoel je? Ja, het zijn mensen onder elkaar. Samenwerken is niet onze sterke kant. Maar het zijn dan verwaarloosde zaken die onder huis spelen, die niet uitgesproken moeten worden. Dus aan de directie is er meer een stukje verantwoordelijk. Praten met de mensen en eigenlijk komen met oplossingen, omdat natuurlijk een werksfeer is belangrijk op een ministerie. Een aantal afdelingen heb je werk duidelijk zo dat de leidinggevende ontbreken of, laten we zeggen, niet op tijd zijn benoemd. Mensen nemen vaak waar, het duurt te lang in ons land, waarnemen. Dus er zijn zeker wat zorgen die ik met moet delen, die moeten opgelost worden, maar het zijn overkomelijke problemen vanuit het management. Wat gaandeweg wil je mooie dingen doen, maar belangrijk is dat je personeel, je managers, de afdelingshoofden ook de tempo aankunnen en dat betekent om dat te creëren moet je rust brengen. Dat is niet nieuws, maar je gaat moeten werken aan dat soort aspecten. Toen je het had over de vernieuwingen, had
gaat die ook over dat doorstromingsbeleid? Ja, dat heeft allemaal mee te maken toch, dat je gekozen hebt op het blijven zitten, een halt te roepen. Daar is iets over te zeggen. Maar er is duidelijk een stukje voorlichting nodig naar de samenleving, dat het allemaal meevalt. Wat we beoogden, wat mijn voorganger beoogde. We gaan daar nu ook aan werken om daar een stukje duidelijkheid te maken. Het is misschien verkeerd begrepen in die samenleving, dat moet uitgelegd worden. We gaan wel proberen bij het nieuwe schooljaar, die kinderen gaan 5 dagen naar school. Dat is echt voor ons het uitgangspunt. Het was ingegeven door COVID. Je weet die situatie een paar jaar terug. Het lijkt zo ver, maar het is dichtbij. Betekent dat daardoor we de scholen niet volledig konden draaien. En we hebben grote klassen, 40 plus, et cetera. Toen heeft de vorige minister het idee opgevat om toch te kijken naar klassen van maximaal 24. Nou, daardoor heeft men een concept ontwikkeld waarbij kinderen 3 dagen naar school gaan en 2 dagen niet. Dat heeft veel, veel effecten op het familieleven. De ouders moeten voor oppas zorgen, et cetera. Maar wij vinden, gelet op die beperkte 5 uren per dag, als kinderen moeten leren curriculum, moet je natuurlijk heel veel les heb je nodig, onderwijzen. Maar het betekent niet op alle scholen heb je genoeg lokalen. En ik krijg naar veld informatie, maar het gevoel die ik heb en met mijn staf ook, dat we heel snel weer een stukje normalisatie moeten creëren, dat het kind 5 dagen naar school gaat gewoon. Het is nodig om een volledig curriculum te doorlopen. En we gaan nu kijken waar die knelpunten in het veld, waar natuurlijk die grote klassen zijn, te weinig lokaal en dat informatie binnenkomt. We kijken nu naar de periode, het 3e kwartaal, we gaan naar het einde van het leerjaar, het studiejaar 2022-2023. We willen zo min mogelijk chaos creëren door het systeem plotseling te veranderen. Dus als die informatie komt, moeten we dat besluiten. Maar sowieso is het de bedoeling dat bij het volgende onderwijsjaar 23-24 wij echt ervoor gaan zorgen dat we die normalisatie zoveel mogelijk gaan proberen te bewerkstelligen. Minister, met betrekking tot de gevechten over vele scholen, het is iets dat steeds weer voorkomt, keer op keer. Wat zal de aanpak zijn vanuit het ministerie? Nou, we hebben rapportages over dit soort zaken en als je kijkt naar die rapportage van de politie en het schoolhoofd zelf, blijken dat gewoon een paar aantal jongeren die dus natuurlijk de zaak hebben opgestoken en dat heeft effect gehad dat ouders erbij zijn geweest, maar het is geen landelijk patroon hoor. Maar het heeft wel, we hebben instructies gegeven. Wat je dus ziet in dat hele patroon in zijn algemeenheid, dat we wat meer moeten gaan investeren in mental health. Dat betekent er is van alles bezig aan de gang in dit land, ons landje, wat te maken heeft met een stukje zaken die dus neerkomen dat ook jonge kinderen de spanning voelen. Het heeft met de economische situatie te maken, met de sociale situatie thuis. En dan zie je dus dat aantal conflicten uit de hand lopen. We zijn een heel conflictueus landje geworden. We willen sommige dagen niet met dialoog en simpele praatjes. Dat leidt tot heel veel schermutselingen. Maar ik denk dat ook de schoolleiders, de leerkrachten wat meer ruimte moeten krijgen om aandacht te besteden om dit soort mental health activities met de studenten. Ze hebben negatieve energie, dat voel je gewoon, die hele sociaal-economische situatie in het land zie je ook terug in het onderwijs. En ik denk dat we veel meer moeten gaan stimuleren om mensen een stukje ondersteuning te geven om op een geest en een doen een beetje tot rust te brengen. Dat voel je gewoon aan veel aspecten. Minister, bent u nagegaan op welke de knelpunten zijn voor wat betreft het onderwijs in het binnenland? Jawel. We hebben dat gezien ook. Voor een deel heb je te maken met wateroverlast. En uit andere dingen hebben te maken met heel veel leerkrachten die door die omstandigheden niet op tijd op hun plek zouden kunnen zijn. Uit een deel heeft te maken met stakingen. Maar wij hebben dus nu een speciaal plan voor het onderwijs binnenland. Ik heb ook gisteren uitgebreid gesprek gehad met het onderdirectoraat binnenland. En je ziet gewoon een aantal problemen slecht. Ze zijn onderbemenst. Middelen zijn er onvoldoende. Maar we gaan dat aanpakken. We hebben nu alle scholen een beetje in kaart gebracht in die gebieden. Voor een deel hebben we echt extra lokalen gehad.
Maar het is nog onvoldoende. We hebben heel veel toilettengroepen natuurlijk verbeterd. Maar er zijn een paar scholen natuurlijk die enorm het moeilijk hebben. We hebben, je hebt onderscheid in de scholen in die zaken die goed met bijvoorbeeld bussen en autovervoer te bereiken zijn. Maar je hebt een paar gebieden in het zuiden vooral waar je echt vliegtuigen en boten nodig hebt. We hebben het probleem van fourage. Dat betekent die leerkrachten die naar het binnenland gaan moeten op tijd hun eten kunnen inkopen. Daar maakt de bond zich ook zorgen over. Tot nu toe is het zo dat het elke 3 maanden gebeurt. We moeten een vorm gaan vinden hoe we per maand de fourages kunnen regelen. Het is een geweldige logistieke organisatie. Je moet je voorstellen, met boten en vliegtuigen is het een hele dure grap voor het ministerie. Maar we moeten een vorm gaan vinden. Ik probeer met mijn collega Matura te praten van Defensie. Hoe het leger misschien de droppings van voedsel veel beter kan organiseren. Daarnaast hebben we achterstelling van huren van gebouwen, huizen van onze leerkrachten. Blijken dat een aantal van de huurpenningen niet op tijd zijn betaald. Dat geeft spanningen op de locatie. En voor een deel gaan we nieuwe huisvesting moeten bouwen. Het idee is gevat dat we containerwoningen moeten hebben waar je snel kan opbouwen. Het ministerie van Openbare gaat een paar al aankopen en dan gaan we de nood proberen op te lossen. Om zo'n containerwoning kun je met de onderdelen kun je vliegen waardoor je het sneller kunt opstellen. Daarna is het issue van veiligheid. Mensen, onze leerkrachten voelen zich op bepaalde gebieden, in een aantal gebieden onveilig. Daar moet naar gekeken worden hoe we dat op locatie. Je weet, veel van die scholen in het binnenland kennen geen omrasteringen. De woningen waar de mensen verblijven zijn ook open. Dus we moeten naar die situaties kijken of we niet het leger of de lokale mensen kunnen trainen om toch wel de beveiliging beter op te pakken. Daar is, maar het is zo'n gespreid gebied van noord naar het zuiden dat je dat per situatie, per gebied moet kijken. Maar dat is ook genoemd als een punt. Dus dat zijn een paar punten voor het binnenland. Ik moet zeggen, ik was wel blij te zien dat het beter gaat met de opleiding en training van leerkrachten. Het valt reuze mee met de onbevoegdheid van de mensen. Ik zie mooie resultaten nu dat er veel meer trainingen zijn gehouden waarbij de leerkrachten in het binnenland ook veel beter toegerust zijn met kennisvaardigheden. Dat is wel iets positiefs dat ik kan melden. Ik heb het gezien aan de cijfers. En broodjesproject, is dat set van het kabinet van de First Lady? Of gaat u ook iets daaraan doen, minister? Ja, voeding is belangrijk. We hebben dus een eerste pilot gehad van de First Lady. Ze heeft met mij gesproken dat ze graag het wilde voortzetten. We gaan kijken hoe wij met een stukje budget kunnen binnenkomen. Maar inderdaad, het is maar een deel, terwijl een groot deel over het land het niet heeft gehad. Maar wat interessant is om toch veel beter gestructureerd na te denken hoe we, laten we zeggen, voeding op school op een structurele mate als een normaal ding op de scholen kunnen organiseren, of de clusters. In vele landen is het zo, zeker op het basisonderwijs, dat je een voedingsfunctie in die klas is een normale zaak, dat geïncorporeerd is in een keuken of op de school. Hè. Een warme maaltijd voor onze kinderen moet een van de dingen zijn als normaal, maar je moet het kunnen financieren. Dat zijn geen makkelijke zaken, eenvoudig in de omgeving. Wie moet namelijk in de keuken staan of ga je dat afgeven aan mensen die het naar de school moeten brengen. Het heeft te maken met hygiëne, al dat soort dingen. Er zijn genoeg mensen in Suriname die broodjes en maaltijden willen maken voor de kinderen, maar die moeten gebonden zijn aan spelregels, hygiëne, etc. Dus we moeten gaan nadenken in de toekomst dat scholen het een normale zaak is dat je een kantine hebt, een keuken, waardoor je in staat bent dat te organiseren. Maar het is een kostenplaatje. Maar je moet, want die ene paar keren broodjes leveren aan die school is geen oplossing. Het is goed voor de kinderen, het vult de maag, maar wij moeten structureel aan dat element gaan werken om te kijken hoe een school op een normale manier in de toekomst een maaltijd kan aanbieden. Minister, het ministerie heeft een technische dienst, maar als je soms naar bepaalde scholen gaat, en we gaan er vaak wanneer we uitgenodigd worden. En als u naar de scholen kijkt, minister, ze zien het eruit en u vraagt zich daar af of er nog wat wordt gedaan vanuit de technische dienst, vanuit de
van het ministerie zelf? Ik heb zelf de technische dienst bezorgd. Ik zie dat ze dus onvoldoende materialen in de magazijnen hebben. De mensen van goede wil, maar we moeten er zorgen dat de mensen simpele dingen hebben als lampen, die achterstallig onderhoud, kleine dingen kunnen door onze diensten worden gedaan. Er is een groot programma voor rehabilitatie, innovatie. We hebben ook veel scholen gerepareerd. We hebben nieuwe scholen. Bijvoorbeeld vrijdag open ik nieuwe scholen in Brokkeponde, dacht ik, met de VP. Maar we hebben dus heel veel scholen zijn nog onder restauratie. En ik vind dat er inhaalslag worden gemaakt. Maar ik verzoek u ook te kijken naar die scholen die gerestaureerd zijn. Want er zijn bijvoorbeeld 110 nieuwe lokalen gekomen. Er zijn restauratie plaatsgevonden van toilettengroepen. Maar ik geef toe, jullie zijn mijn ogen en oren in die samenleving, dat er zeker nog genoeg scholen zijn wat dus aandacht moeten krijgen. En wij moeten een achterstallig onderhoud gaan plegen. Dat vraagt om uitzetten van het werk, dat vraagt van financiën. Maar er is door deze regering, en misschien moet ik dat veel zichtbaarder maken voor jullie in een persconferentie, waar ik jullie kan laten zien hoeveel enorm veel geld en inzet is getoond om afgelopen 3 jaar wel wat scholen aan te pakken. Maar we zijn er nog lang niet, dus even patiëntie. Maar het is waar wat u zegt, dat er toch een aantal scholen nog steeds niet die aandacht krijgen die ze horen te krijgen. Ja,